Goedendag lezers van Mijn Moeilijk Actueel. Welkom bij alweer de 23e vlog van mij over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Ik sta nu even in de grote zaal. Want ik wil vooral even laten zien dat er inmiddels flink geschilderd is. Dus de muren zijn gesausd voor een heel groot deel. Het is nog niet helemaal af, maar er komt steeds meer kleur in het museum. Hier lopen we bij het gedeelte voor de vrijwilligers het kantoor binnen. Nou, hier moet het nog geschilderd worden, maar ook dat zal van de week afgerond zijn. En ik wil jullie natuurlijk ook niet het nieuwe dak onthouden. Al het zinkwerk is gedaan. Het ziet er schitterend uit. Er was in de pers wat commotie over de vertraging die bij ons zou zijn. Die is eigenlijk hier ontstaan. Dit is het hok waar de installatietechniek in zou moeten hebben gehangen om te zorgen dat de vloerverwarming aankomt. Want dat is belangrijk voor de coating die beneden komt. Maar ja, jullie zien het door leveringsproblemen en planningsproblemen. Is dat nog niet gelukt? Dus de coating komt 2 weken later. Maar als het dan allemaal mee zit, dan kunnen we toch begin juli gewoon tijd open. Maar wat natuurlijk ook in het oosten is dat de stijgers voor zijn gehaald. De gevels zijn boven helemaal klaar. Dus er zit ook nieuwe kozijn in. Dus opnieuw gevocht. De zwakke stukken zijn gerestaureerd. Gevelreclame komt er nog op. De oude glasreclame. Allemaal nieuwe kozijnen hier. Beneden moet dat bij de deur nog gebeuren. De deur wordt wat breder. En er komt een hellingbaan zoals het heet. Een licht oplopende stoep. Zodat je met de rollator en rolstoel zo naar binnen kan. Nou, dan nadert het de voltooiing. We hebben er zin in. Wordt vervolgd in vlog nummer 24.